Breda Nu. Je weet het meteen. In winkelcentrum Stada Stores vond een vogelshow plaats van de roofvogelpagode. Bezoekers konden op de foto met de vogels en mochten zelfs de vogels even vasthouden. Nou, ik sta hier bij Gizmo, de uil. Wat voor uil is dit? Een kerkuil. Okay, en wat zijn nou specifieke dingen die bij de kerkuil horen? Ze kunnen geluidloos vliegen. Ze kunnen ultraviolet zien 's nachts, de voetstappen en de urinespoor van de muizen. Ja. En als deze uil nou in zijn eigen natuurlijke habitat leeft, wat doet hij dan zoal de hele dag? Als ze jong hebben, doen ze overdag ook jagen. Want ze moeten zeker 20 tot 30 muizen vangen. Dus dat kunnen ze niet alleen 's nachts doen. Want de mensen denken van het is een nachtdier. Maar hij leeft ook overdag. Dus de ganse dag ligt hij gewoon te slapen. En als je honger hebt, gaat hij jagen. Maar ze zijn niet gevaarlijk voor mensen. Ze jagen niet op jongetjes zoals mij. Nou, een wilde kerkuil moet je niet in de buurt komen. Zeker niet als ze jongen hebben. En hebben ze deze nog in verschillende kleuren of is deze altijd zo in deze staat? Je hebt ze in pikzwart tot helemaal wit. Okay. En wat is uw favoriete kleur? Ik vind dit de leukste kleur. Ja, ik vind deze ook wel heel mooi. Ja, ik heb dus gehoord dat u met deze vogels en uilen allerlei verschillende soorten activiteiten bijwoont. En allerlei leuke dingen doet. En u heeft hier een heel mooi verhaal over. Ja, dit is bij de achtertuin. Deze vrouw was katatonisch. Dus ze bewoog niet, ze had geen contact. En met Gizmo erbij. Op de eerste foto ziet u de dochter ook. En de tweede foto. Dan beweegt ze weer. Ze leeft weer. De dochter begint te huilen. Monique begint te huilen. En ik denk, ik ga puk roken. Doei! Njam! Weg was ik. Maar het is wel heel mooi dat door middel van zo'n uil, dat zoiets kan... Ja, je ziet ook de mensen, de oudere mensen waar we komen. Deze had een beetje verdriet, omdat vroeger bij haar ook in de schuur. Dus we... zaten ook kerkuilen en dus dan komen ze terug in die tijd. En ja, dat is met ouderenzorg, dementenzorg doen wij. Wij doen ook naar opkikker. We doen van alles met onze vogels. En daarom hebben we dit ook op onze revier zitten. Omdat we er ook, ja, kinderen die komen daar, zeker bij Stichting Opkikker, bij Kika. Als je daar komt, het is prachtig om te doen. Alleen, het is ook zwaar. En straks maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker. Breda Nu. Je weet het meteen.